Simon kan niet meepraten, die kook. Die was wel... Ai. Ja, Simon heeft al een... Simon, hoe lang heb jij al niet gewerkt? 3 jaar? Ik werk nu alweer anderhalf weken, Marco. Ja. Wanneer? In een rolstoel. Moet ik jou een tik op je neus geven, Marco? Ik denk dat je dat niet meer kan. Wordt gevraagd waar de sinaasappels zijn. Simon zakt al door zijn benen heen. Kijk. Wow. Dikke mensen zijn minder gay, want ze kunnen hun eigen penis niet zien. Want een penis op kijken is gay. En de een hebben dan? Dat is eigenlijk ook al gay. Dus ja. Transgenders zijn minder gay dan mensen die niet... Die hebben geen penis. Heel staat. Was het niet zo dat 3/4 van alle Marco's in Nederland gay waren ofzo? Wat zijn dit voor, hè? Dat heb ik ook gelezen, dat is niet opeens. Het stond op Facebook. Ja, ik ook, man. Ja, dan is het waar. Oh, yo. Vet cool. Zo kapsel. Zo groot. Echt een gigantisch kapsel. Je lijkt fucking breed. Je lijkt op een Roblox mannetje. Je hebt gewoon een fucking klein hoofd. What the fuck? Sander kan dat niet. Ziet jou. Hebben jullie al wel Awami? Zit je nog in een Ikri aan? Awami? Maar doe eens een gokje wat het is. Dat is de Awami Moslim Liga. Dat is een politieke partij in Bangladesh. Precies! Wat ik bedoelde. Zie je al, hè? Je zit er echt meteen op. Het is één woord. Het is één heel woord. Het is één woord, ja. Het aanwinstmiddel. Je zegt het al bijna! Jij zoekt hier nou aanwinstmiddel, zeg. Wat moet het dan zijn? Afwasmiddel, jongen. Afwasmiddel? Awami. En wat is een Ikri dan? Wat is een Ikri? Ikri is een dorp in Bangladesh. Ikri, nou noem het gewoon, ik weet het niet. Een identiteitscrisis. Oh my god. Maar crisis met een C. Ja. Wist je dat Smurfin eigenlijk een slechterik was? Wist je dat Gargamel eigenlijk de good guy was en de Smurf zijn gewoon? Ja, ja. Het is allemaal een droom. Die houden allemaal kinderen gevangen. Gargamel zat in een coma, dit was zijn dit was zijn droom. Ja, opeens een dikke achterliggende gedachte over de Smurf. Gargamel almost died in a car accident. Ja. Dat to a man in a blue suit. Wat is zo'n Smurf apart? Gargamel is aangereden door Roetbalveld. Het is gewoon zo'n standaard theorie dat het dan een droom was allemaal. Ja. Ook met SpongeBob en zo. Wat pas je dat mooi toe aan, hè? Met SpongeBob, dat Bikini Atoll was de plek waar de nucleaire bom viel. En al die vissen zijn allemaal gemuteerd. Dit is gewoon zo'n 9-gag theory. Ja, oké. Okay. Nee, maar die... Die zit zo'n nerd, die zit dan achter zijn computer, zit nee, maar die te schrijven. Nee, maar ja. Die bom en anders is wel... Ja, dit klopt. Ja, dit is zo. Dit is zo. Dit is waar gebeurd. Het SpongeBob is gebaseerd. Ja, SpongeBob is gebaseerd op het dorp naast Chernobyl. Ze verkopen sponsors sinds SpongeBob op tv is. Dit is allemaal een marketing stunt om sponsors te verkopen. Ja. Marshmallow. Wat een goede artiest is dat, zeg. Wauw. Hij heeft letterlijk de naam van een suikerige snoepje. Nee, niet. Bizar. Het is echt... De creativiteit spat er van. Heeft hij dan ook zo'n snoepje op zijn hoofd of dat niet? Ja, want hij wil niet hoofd. Echt waar? Wow. Ja, niet een echte, want dat zou verrot raken na een tijdje. Oh, ik dacht dat hij echt een marshmallow op zijn hoofd. Nee, ik denk een plastic versie of een. Oh ja.
Ja. Zou je niet zeggen, hè? Zou je niet zeggen. Met wat lucht gaat het heen, anders kan hij niet ademen. Oh. Maar hij heeft ook altijd witte kleding aan. Want dan lijkt zijn hele lichaam ook op Marshmallow. Oh, Marshmallow. Maar is die dan niet gemaakt van Marshmallow? Dat kan niet. Want dan... Oh, dat dacht ik. Dat kan niet. Heeft hij geen brein, onder andere. Oh. Maar ik dacht dat is gewoon allemaal van Marshmallow. The Rambi like, ik kan geen clips maken. Marco en ik gewoon vuren los de hele avond al. Met insightful knowledge en funny quotes. Jij wilt dat toch willen. Als het beter is om minder te weten, dan is het toch minder goed om meer te weten. Dat hoeft niet. Wow, ik krijg opeens heel veel zin in kerst. Ik heb zin in kip. Kerstman staat voor het raam. Helemaal creepy. Met een steen. Kijk naar links. Fuck. Hij is erin. Helemaal ho ho ho, helemaal creepy. Ho 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 ho. Marco woont toch fucking hoog. Hij zit in zijn slee, duh. Ja. Punt, hij zit hey. In zijn slee op cruise control bij mijn raam. Ja, de handrem jongen. Oh. In de lucht? Dat kan niet, dan is het gek. Plus 5. Kutsel. Ja, op plus 5. Lol. Ik heb best wel prima kaarten gekregen. Dat klonk niet als een voice crack, dat klonk alsof je een toeter in je stem had. Alweer. Plus 5. Niet. Het is zo droog. Godverdomme, jij hebt echt. Je kan gewoon. Denk je dat Squishy gay seks heeft? What the fuck kom ik op terug? Met Carrie. Met Jimmy. Ik was even aan Bellix en mijn headset hoip. Denk je dat Squishy Muffins gay seks heeft? Waarom is dat raar zo? Ja. Marco begon met Squishy anal sex. Ja. Maar Marco vraagt het ook zo van, denk je dat Squishy Muffins ook gay sex heeft? Ja. Wie heeft er nog meer gay sex, Marco? Julian. Ja. Maar Julian wil toch ook uit zijn studio, zeg? Uit zijn kast, klopt. Uit de kast. Nee, maar... Nee. Nee. Oh. Dan heb je 16 Hot Wings met 2 friet en 2 frisdrank voor 9 euro. Waar? Kut, die heb ik nog. Hè? Waar? KFC. KFC, domme kut. Gaan we daarheen? Ja, maar nee, die acties zijn echt tering goed, jongen. Dat is echt. Waar heb je dit vandaan? Hou op! Anne, hou op! What the fuck doen jullie? Oh, moet ik dit nog doen? Ja! Ik kan wel. Ik gooi zes keuken rond naar ons toe. Ja, ik kom steeds binnen, dan gooit hij een fucking. Ik. Dat haal je niet in, een dickhead. Wat? Ben jij? Wat je zegt bij jezelf. Heb je? Voor de helft. Ik kon dan niet. Oh. Anne! Bro, waarom ben je toch niemand? Figurant, jij stond voor mij. Ik kon dat niet aan. Ja, maar jij voor mij. Figurant! Oh. Jongen, jij doet echt niks! Alles staat daar gewoon een beetje te chillen. Oh, ik moet ook meedoen. Rambi like. Gras, wat is dat? Ja. Oh. Lekker man. Stop met fucking chillen. Laatst reed er een grasmaaier voor. Het sprong allemaal uit het raam. Op de grasmaaier. Ja. De laatste grasmaaier hier, ja. Aan de kant van Willem-Lodewijk, daar zit een stuk gras. Grasveld. En toen reed er een grasmaaier, zo'n grote grasmaaier, zo'n gemeentegrasmaaier. Ja, maar er zat waarschijnlijk ook wel iemand in, lijkt mij. Ja, maar Ron sprong op het dak. Die malle man. Die sprong gewoon op het dak ineens. Ja. Nee. Ik heb freeze. Ik heb tornado, daar heb ik ook weer niks aan. Ik zou gewoon winnen.
Roland, jij verneukt zo tyfus hard, hè? Godverdomme. Ja, ik hoop dat je anus gaat penetreren door een fucking homo-stel.